goed. In Mariehoeve stelt de gemeente plantsoenen beschikbaar voor inwoners die bladgroenten en kruiden willen kweken. Vandaag zijn we in de Haverkamp in de Mariehoeve. En hier is een pleintje is opgeknapt. En ik had de gemeente verzocht om meer ruimte voor dat mensen zelf biologische eetbare groenten kunnen gaan kweken. In de gemeenteplantsoenen, maar ook in de woningbouwplantsoenen. Zelfvoorzienende leefhectare wil meer eetbare plantsoenen in de stad en begeleidt mensen die daarin geïnteresseerd zijn. Vandaag gaan we dus opgekweekte babyplantjes van rucola, snijbiet, sla, gaan we erin zetten. Als we meer ruimte nodig hebben, dan haalt de gemeente er weer wat uit. Maar het moest even beplant zijn, omdat anders dan zou het eerder vervuild worden door mensen. We zijn hier in Mariehoeve Groen. Een beetje groen aan het maken. Dus, groen en eetbaar, toch? En dan eetbaar. Vooral eetbaar. Want groen is Mariehoeve al, maar nog niet eetbaar. Ja. Dus we gaan met een groep mensen zijn we bezig om plantjes neer te zetten. Zodat we niet als bij een volk zijn dat je aan een seizoen vastzit. Maar dat je het hele jaar door kan oogsten en kan genieten van de plantjes. Nou krijg je natuurlijk heel veel energie. De zelfgekweekte groenten kunnen met fruit verwerkt worden tot gezonde groene smoothies. En wat zit daar nou zoal in? Ik denk bladgroenten, banaan, appel zit erin. Groene smoothies bevatten alles wat het menselijk lichaam nodig heeft aan voedingsstoffen, vitamine, mineralen, vezels, alles. En als we daar een liter per dag van drinken, gaan wij veel minder dierenleed, vlees, vis, zuivel, eieren en snoep tot ons nemen. Dus we halen dierenleed, verminderen we in de wereld en onze gezondheid verbetert aanzienlijk. Mireille, is er een verband tussen permacultuur en de eetbare tuintjes? Ik heb de permacultuuropleiding gedaan in 2009 bij Gezonde Gronden hier in Den Haag in de Weimarstraat. En ik heb daar toen geleerd over stadslandbouw. En permacultuur is begonnen in Cuba toen daar een oliecrisis was. Dat was heel heftig, want als je even 1 seconde nadenkt hoe afhankelijk wij mensen zijn van olie. Ook hier, ook in Nederland, ook in Den Haag, als de olie uitvalt, heb je binnen 3 dagen helemaal geen eten meer. Permacultuur is toen dus komen helpen in Cuba om midden in een stad op alle plekken waar je normaal zou denken hier kan je geen landbouw bedrijven, om daar dus wel allerlei eetbare groenten voor de mens te laten groeien. En dat is op daken, op balkonnetjes, op pleintjes, overal. En dat is eigenlijk wat we hier nu ook gaan doen. En de drijfveer is veel meer ja, de natuur. Het gaat om dat de mens beseft dat hij zelf natuur is.